Yo mensen van YouTubers en welkom hier in een andere server weer. En vandaag bevinden we ons in Phantasialand. En ja, dat is natuurlijk Phantasialand. En we gaan hier een paar attracties doen. En de eerste staat daar al klaar. Dat is die. Dat is dat reuzenrad. Allee, mini-rot eigenlijk. Maar probeer maar in te stappen hier. Yes, kom, de eerste naar Geister. Is die open? Ja, ah, ik heb er geen vraag voor te openen, jongen. Ja, yeah, ik zit erin, maar het is toch maar een. Oké, we gaan naar Chinatown. Miljard. Ah, oké. Okay. Oké, okay, nu kan ik. Er is hier ook een event bij zich tegenwoordig, ik denk dat iets met Pasen te maken heeft. Kom eens. Ja, ja, het is Pasen, maar. Als je opent, Druids Appelmans. Ja, hier zijn we. Eerste attractie. Het spookhuis. Wel een. Jens. Vanaf nu, als je een video online zweert van een server, moet je de IP en de versie in de beschrijving zetten. Oké, ik zal nu maar in beeld het IP schrijven. Dit is het IP wat je nu in beeld ziet. Ja, je moet het ook in de beschrijving zetten, dat is gemakkelijker. Ja. Het zijn minecarts zoals je ziet. Oh ja, zie je echt zo'n lopende band, joh. Wow, check de beugels. Muziek. Ja. Is hij audio verbonden? Ja. Hij is ongeveer hetzelfde, maar ja, kijk hier bijvoorbeeld de eerste scène is dat hij ruis niet. En in tech is deze spookhuis een beetje achteruit gegaan. Ja. Ze proberen het wel. In de vorige video was het geluid niet laat genoeg. Zet uw volume maar hoger. Ja, dat was toen dat jij opnam, ja. Ja, ja. Dat was afvoud. Nee. Jawel. Maar dit is in ieder geval hetzelfde systeem als wij eerst hadden. Maar nu hebben we modeltreinen geregeld. De Dark Ride is wel redelijk krap gedaan. We zitten nu al bij het schip. En hier voelt de wind. Dit is eigenlijk de enigste scène die echt zo mooi is onderhouden, vind ik eigenlijk. In het echt? Ja. Kijk, hier hoort ook een spook rond te vliegen. We gaan ook wel redelijk rap. In tech duurt deze Dark Ride 6 minuten. Maar nu. Nu duurt die veel minder lang. Deze Dark Ride is ook deels ondergrond gemaakt. Om meer ruimte te creëren, omdat Phantasialand een redelijk klein park is. Dus het. Ah, dat zijn de Peppercoats daar. Daar horen geesten te zijn. En hier hebben we een spiegel. Waar we een geest zien, kijk daar gaat hij. Inderdaad, Druids Appelmans. En we zijn al bij de laatste scène aangekomen. De reus. Zou hier ook een resort zijn? Resort, wat? Het duurt maar 1 minuut of zo, ja. Het zijn wel nice buggles. Maar dit is ook een Endless Chain System, maar niet van MacRide, deze is van Swatch Cop. Amai, is er goed bij die. Wel, cool dat hij in de chat komt. Wel sound effects ervan. Oké, dat was het spookhuis. Ja,
Nu gaan we naar de twee attracties, Mystery, dus River Quest en Mystery Castle. Yes, Mystery. Ja, wat zei ik dan? Laten we beginnen met Mystery Castle. En vanaf wat die gaat auto's weer, hè? Overal staan eieren in het park, paaseieren. Echt? Ja, het is het paasevent nu. Is dat... Ja, in Cliffhanger is dat niet. In Berlijn is dat. In het themagebied Berlijn kunnen daar even meemaken. Ik weet niet wat, in auto, maar in ieder geval daar. Dit is een shot and drop dus, die binnen ligt. Dat is heel uniek. En hier in deze wachtrij staan er vaak scare-actors. Kijk hier, zoiets bijvoorbeeld. Er staan acteurs en die laten u dan schrikken hier in de wachtrij. En dat is volgens mij de reden dat je nooit lang moet wachten bij deze attractie. Het maximum wat je hier moet wachten is altijd 10 minuten, meer niet. Oh, kunnen al naar binnen. Dat daar is professor Van Windhoven. Kom jong. Ik zit hier. Ik ben gewoon aan het ruizen. Oh, hij zit er al in. Hopelijk hebben ze de muziek van de on-writer ingestoken met dat... Met dat shot geluid, hè, want dat maar. Hoe is de audio? Ja. Nee. Iemand heeft dat in het Engels ingesproken. In the Tower of Mystery Castle. In het echt hoor dat in Duits. Oh ja, bliksem. Zo, mon amour. De verre zijdstaak. Maar ik vind die toren wel niet zo mooi afgewerkt eigenlijk. Je kunt dat gewoon zien, hè. Ja, dan gaan we naar River Quest. Ja, ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Ja, ik denk mij ook maar van die ronde boten, hè. Dat wat wij eerst dachten te doen, maar nu zullen we waarschijnlijk wel modeltreinen krijgen. Het is al open, Droes. Ja, wacht, nee. Nee, die is nog dicht. Oké, Droesmans. Mijn naam is Jens van de Buurt, tralalalala, proem. Stop met zingen, je kunt het niet. Ja, hier even is Feng Yu Palace. Ik weet niet of die open is. Of in onderhoud. Ik sta een beetje kijken. Ga erop. Is er een andere gast die mee gaat, precies? Feng Yu Palace is in onderhoud. Rapper dus. Wow! Oh, ronde bootjes dus. Hier dan instappen? Oh, het zijn allemaal van die bootjes die op elkaar wachten, joh. Zo. Wacht, wij zijn met twee, dus we moeten hier naartoe. 1 tot 3, ja. Oké, joh. Let's move. In Texas is mijn favoriete Rapid River. Dat is door die heftige vallen dat erin zit. Echt zo nice. We gaan goed starten, hè.
Ja, Chiapas mensen was hier nog in onderhoud, dus die kunnen we niet doen. Nog Maar niet. is dat ook een waterattractie? Dat is de boomstamattractie. Met de stijlste drop van alle boomstammetjes. Ja, maar dit ziet eruit als onze dingen. Ja. Dit ziet er toch uit als onze theekopjes? Ja. Ja, zo had onze boot er ook uitgezien van onze Rapid. Als we geen modellen hadden gehad. Ja, start hij nog of niet? Jongen, er komt toch een boot achter u. Ah, ik zag ze afkomen. Nice! Oei, kijk die cobblestones, die staan volledig onder water. Maar we ook zo weer naar beneden toch? Jawel, een rabbit. Die van ons krijgt ook een draaikolk, gelijk als duizend er een heeft. Ja, want de onze gaat ook maar één richting draaien zoals de deze. Ja, steeds dezelfde rit, hè. Het is niet de ene keer nou van links en dan de andere keer van rechts. Nee, hier is dat ook niet. Ja, nee, dat is nergens. Op Minecraft. Dit is ook de enigste die dat ken die een lift heeft in dicht. Dit is ook de hoogste rapid ter wereld. 22 meter. Die heeft twee liften, dat is cool, hè. Ja. De eerste drop is van 11 meter hoog, tweede van 7. Plus een paar meter dat je onder de draaikolk doorgaat. En dan... De lid is er klaar, jongen. Mijn karken zitten er door. En dan is er nog een van 3 meter. Ja, daar gaan we. Je hebt precies onze nieuwe crewmember, mensen. Jullie kennen die wel. Amai, het is wel maar een kleine drop, hè. Die zijn dit ook zo? Nee, de echte is 11 meter. Die is maar 4 meter of zo. Vanaf nu ook boven de kisten altijd een barrier zetten, dat was ik al vergeten. Hier komen we bij de draaikolk. Flink aan het werken, Daniel! Niet roepen, ja. Nou, ik wil harder in beeld komen. Deze draaikolk is 4 jaar geleden nog vernieuwd en ik heb die in tech nog nooit gedaan. Normaal had ik dus in de paasvakantie naar Fantasieland geweest, maar ja, coronamisère. We stellen het sowieso uit naar juni of zo, maar ja, de vraag is Fantasieland te nog open? Gaan we hierna nog doen of is dat voor de volgende video, Daniel? Ja, we kunnen er nog één doen. Nee, want hierna doen we het allemaal in Mexico. Oké. Ja, daar gaan we, de draaikolk in. Dit is wel echt de heftigste val in het echt. Want hier komt al dat water tegen die muur en dan spat dat zout water de boot in. Oké, we gaan direct naar de laatste val. Ze hebben ook echt aan sound effects en zo gedacht. Dat was hem. In dicht komen dus. Chiapas. Chiapas is toch open, mensen. Ja, mensen. Jens is blond en dat hebben we niet gezien. Jongen, Jonas, ga ze blind, joh. In Mexico is elke attractie open, dus niet hopen. Laatste keer was hij in onderuit, joh, maar dat weten we natuurlijk weer niet meer. Dat nu niet. Met zijn slecht geheugen. Om te vernemen. Ja, je moet dat vernemen. Als je het niet kunt verdragen, is het uw probleem. Maar goed mensen, dit was de video voor vandaag. Volgende video gaan we de Chiapas doen en wat andere attracties. Ja, heel Mexico begon. Ja, dat zijn er een aantal goeie.
Dus mensen, dan zeggen we tot de volgende video en ciao!